Laurentien Brinkhorst in een jurk en een mantel van Chantum, wilde zijde, roze, paramour, bijpassende strohoed. Burgemeester Deetman, ambtenaar van de burgerlijke stand, komt binnen met het bruidspaar. Ik verzoek het bruidspaar op te staan en elkaar de rechterhand te geven en mij te antwoorden op de volgende vraag. Koninklijke Hoogheid Constantijn Christoph Frederik Aswin, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, verklaart u aan te nemen tot uw echtgenote Petra Laurentien Brinkhorst en verklaart u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Petra Laurentien Brinkhorst, verklaart u aan te nemen tot uw echtgenoot Zijne Koninklijke Hoogheid Constantijn Christoph Frederik Aswin, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, en verklaart u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Schravenhagen dat Zijne Koninklijke Hoogheid Constantijn Christoph Frederik Aswin, prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg en Petra Laurentien Brinkhorst door de echt aan elkaar zijn verbonden. Mag ik u uitnodigen de huwelijksakten te tekenen? We hebben alle tijd. Laurentien Brinkhorst en prins Constantijn tekenen en achter ze zitten de getuigen.